Ah, ja, dus mijn achteruitrijden, die havenarbeiders die de deur opengezet en moeten door een pyloon staan in. Tegen de pyloon en de deur is zoals uit naar voren, maar over de scharnier gegaan waarschijnlijk. Ja, dus, wie moet dat nu repareren? Kinderbedrijf of moeten jullie dat zelf doen? We moeten dat zelf doen. We hebben zelfs nog geen foto's van. We hebben nog eigenlijk nog niet kunnen doen. Of, via de mensen van Volkswagen. Ja. Er zijn er die erop mochten en die aan die hebben kijken. Ja. En die hebben gezegd dat de deur wel uit nok stort, maar dat de deur zelf niet beschadigd is. Ja. Allee, ja, niet beschadigd, precies van onder een hoekje zo. Ja. Een kamion. Een deur. Onze bedrijfsleider van Nijtrux zijn ja, ook. Dus wij werken alle hier bij Nijtrux geweest. Ja. En, gisteren nog veel gebeld. In het geval als daar dat we moesten een deur in nodig hebben, dat was je opsturen met DHL. Ja. Dat was een 550 pk heeft hij, allee, origine. Ook qua handigheid, qua, ja, is ook niet zo lang van wielbasis. Het wil ook zijn dat je gemakkelijk achter de noek kunt, maar dat anders al een keer veel uit de achteruit moet. In de woestijn staat er nu de roekjes. Maar ze steken ons in de bergen nog. We hebben zelfs nog geweten dat eigenlijk de mannen met de Peugeot's of met die eerste man of de Mitsubishi's, dat was ook niet aan die ene keer gedrooid geraken. Ja. Dus, wanneer is op een vlucht? Om 4 uur aan de vertrek? Ja, rond de 4 uur zeker. Ja. En normaal de vlucht is kwart na 7. Ja. Naar Frankfurt. Staven in Frankfurt al op 10:50 gaan opstijgen naar Ginder. En Ginder, de eindbestemming is? Buenos Aires. Ja. Ja. En wat is de laatste dag nog gaan doen voordat het echt vertrekt? Als je eruit doet, dan rijden we als moet zijn. Als madame nog een keer goed vastpakken, ja, zeker. Als madame nog een keer naar mijn pakken, zeker. Dat zal voor een tijdje zijn, hè. Dus we zijn maar de 19e. De 19e zijn we eigenlijk maar weer, of ja. Als het 19e dan begint te vertrekken. Denk het. En normaal gezien zijn er 16 dagen koers van. Ja. Van in een rustdag. Maar dat is een zwarte dag. 8 januari, ja. Is een rustdag. Dat is een rustdag, dan... In Chili vindt er boven, Arica. Maar zelfs moest je op een of andere manier uitvallen, na x aantal dagen, dan blijf je toch ginder tot als gedaan is. Maar daar gaat er niet van uit natuurlijk, van uitvallen. Ja, maar... ja, dat is het punt waarom je nog hier... Dat is niet hoe dat situatie is, ja. Als het gedaan is, in principe is het gedaan. Ja. Niet rein, als je het angstig zou kunnen maken, dat dan... Een dag nadien naar huis gekomen, aan dat doen. Dag nadien naar huis kunnen komen, ja. Niet echt naar huis komen, want ja, tenslotte... Allee, ja, daar rijden we al niet veel meer aan, of... Om bivak te volgen, dat is het eigenlijk. Pas op, ja, dat is te zien hoe dat er zitten wordt. Allee, ja. Als wij geen heel van achteren moesten in pannen wallen, kun je misschien al beter mee een koers terugkeren. In Bolivia of geen skanken. Daar moest een serieus probleem zijn, maar ja... Ja, ik hoop van niet eens, daar moet je nog niet op ijs. Nee. Heb je een of andere amulet of geluksbrenger mee? Heb je iets mee dat je zegt van, dat ga ik altijd bij mij hebben? Ah ja, het was wel een leuk ding van Kathleen, dat ze, de klein van ons, met een helm op. En dat is in duim, dat is voor mij de geluksbrenger. Heb je daar een fotootje van? Ja, een foto van ons zoontje. Ja. Wat is de naam van het zoontje? Sef, ja. S-E-P, hè? PP, ja. Ja, DPP, ja. Dat hij klaar staat met een helm al en de duim, met een dikke duim. Nog wel onverzekerd. Dus daarmee dat mijn auto's niet uit. En, wil jij de geluksbrenger mee? Oh, ik heb al heel wat mijn berkjes mee. Dus, ja, onderweg is dat berk al mee geweest. Zo kleintje dan ben ik al. Dat heb ik er nou van achter in, dus dat is versleten, dat is zwart en ja. Die... Moet blijven, die moet blijven meegaan.